is 5 december. Het is 5 december. Het is 5 december, ik heb deze bal. Want het is pakjesavond. Waarom heb ik deze bal? Die ga ik naar mijn pasta gooien. Ik hoop dat hij niet tijdens mijn presentatie iets naar mij gooit. Maar leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Sinterklaasjournaal. Mijn naam is Cristiano, laten we snel beginnen. Ik heb geen bal in mij. Samen met de pieten, pepernoten overal, tijd om te genieten. De pieten zijn de bom, dat zul je vast wel weten. Maar de Sint mag je niet vergeten. We roepen Sinterklaasje, met zijn grote lange baard. Sinterklaasje, zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje, een hitte mega gave stap. Het is zeker, zeker Sinterklaasje. In 5, 4... Het is 5 december, het is 5 december, het is 5 december, dus we krijgen cadeautjes, vamos. Ik heb mijn schoentjes. En ik heb een mooi verlanglijst gemaakt. En ik ben heel benieuwd of ik wat cadeautjes ga krijgen vanavond. Dat natuurlijk, ik ben benieuwd naar wat ik ga krijgen. Ik hoop dat jullie ook zo enthousiast zijn als mij. Of als ik moet ik eigenlijk zeggen. Hey, is het als mij of als ik? Dat jullie net zo enthousiast zijn als mij of als ik? Dan ik of als mij. Als mij, dus ik zei het wel goed. Ja, of als mij of dan ik. Ja, oké. Okay. Krijgen jullie nog een lesje Nederlands op deze 5 december, op deze mooie avond. En dat van een buitenlander. Ricardo, we zijn begonnen, hè? Zou je niet er doorheen willen praten? Dankjewel. Zou ik niet moeten zeggen. We gaan snel schakelen naar Kado. Kado. Hey Cristiano, hoe is dat? Hoe is dat? Rustig met jou? Hier. Maar ja, hier in Den Haag is waar december. Dus ja, uit de Nicolaas lijkt het eindelijk op. Dat vinden we in Den Haag behoorlijk klein, kan ik je vertellen. Wel eindelijk. Ja, maar behalve de demissionair minister van Sinterklaas zaken dan. Die vindt dat wat minder. Hugo. Ja. Ja, minister die jongen noemen wij. Ik noem hem altijd Hugo. Aan die kinderman voor je persoonlijke en dagelijke avontuurtjes. In de roze buurt van Rotterdam. Ja. Hij heeft mij gefascineerd. Godverdamme. Weet die smerige privéverhalen even bij jezelf houden, alsjeblieft. Ik heb wel zeg maar, goede connecties met hem. We moeten er het beste van maken. Goh, eerst Jochem gevaccineerd door Gordon en nu jij weer door Hugo gevaccineerd, Frans, bedankt voor al die anale dingen. Echt, waar vertel je me eigenlijk? Ja, jij bent toch onze man van de... Ja, klopt, ik ben ook politiek verslaggever. Nou, wat voor effect heeft het als Arthur Nicolaas weer vertrekt morgen? Oké, nou, laat ik het even proberen uit te leggen. Dat is een belletje goed. Nee. Ik denk weer van positief. Ik denk namelijk dat de formatie nu eindelijk rond moet komen. Want ze zijn alleen maar bezig geweest met salaris van Arthur. Met de aanslag op Arthur. Al die ontslagen bij de pieten. En die groep tieners. Actiegroep vier is waanzinnigheid. Ik zeg trouwens, daarom gesproken. Weet je wie ik vandaag op de markt op de Dam zou lopen? Volgens mij was het Willem Engel, kan dat kloppen of niet? Ja, we hebben net wat meldingen gekregen dat er inderdaad een verwarde man met lang haar en smoezelige baardje. Ja, en die gast, ja, hij was inderdaad aan het dansen met dreadlocks. Ja, dat zou best kunnen, ja. Nou ja, precies, dat dan een vleugeltje of wat we Willem Engel genoemd. Maar ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is een soort, laten we geen chabotische discussie doen. Maar goed, het is dus... de hele politiek is dus weer bezig geweest met Arthur en met die puinzooi. En het is ook constant weer een puinzooi als Arthur in Nederland komt. En gewoon, alles loopt natuurlijk uit de hand. Het hele land is dan ontwricht. En we vragen ons gewoon af hoe dat allemaal precies zit. En ik denk dat het voor Mark en zijn vrouw, hoe heet die secret ook weer? Weet die secret van een echtgenoot van Mark Rutte nou ook weer? Sigrid Kaag-Rutte. Sigrid Kaag-Rutte. Dat is best wel goed voor hem is dat hij, dat Arthur, niet Mark en Sigrid,
Maar dat Arthur weer terug gaat naar Spanje. Turkije, sorry. Terug gaat naar Turkije. Want dan krijgen we eindelijk een nieuwe regering. En dan kunnen die twee eindelijk aan een huwelijk werken. Mark en Sigrid Kaag. Dat zou mooi zijn. En ik wil, over cadeaus gesproken, wilde ik net zeggen, heb jij je schoentje gezet? Lieve schat, ik ben nu 25 jaar, hè? Ik dacht eigenlijk dat je 47 was. Ik ben jonger dan Ricardo, hij is de oudste. Maar Ricardo is toch al... Ricardo is 31. Ik dacht dat hij 32 was. Oh, wat een lul bij jou. Ja, maar hey, oh, hallo. Dat hoorde ik. Dat was ik niet, dat was Ricardo, volgens mij in de studio. Ik had het gewoon door de beeldbelverbinding heen. Pakken, maar, ja, ja, maar hallo, ik ben ook zeg maar 19, maar ik zet wel mijn schoentje. Want ben je 19? Serieus? Ik dacht gewoon dat je 7 jaar was en dacht Sinterklaas. Nou, Ricardo had al aangekondigd dat er een klein kind het zou doen, maar ik had niet verwacht dat je 19 was. Dacht dat ik 7 was? Niet. Oké, okay, maar goed, had je verder nog vragen? Want ik moet hier natuurlijk ook door. Nee, eigenlijk niet. Maar in dat geval wil ik jou en de kijkers wil ik bedanken voor dit tweede seizoen. Was het erg van Sinterklaas. Nou, super tof dat jullie gekeken hebben. Ook hier vanuit Den Haag. Namens Mark en Sigrid Kagerutte. Het geweldige stel dat ons land mag leiden. Dus ik ga zo naar Stadblok als een soort Arthur Nicolaas aan van Malette. Maar dan ja, met wat minder relletjes en wat saaier. Cristiano, ik zie alles wat je doet, hè? We zijn aan het video binnen. Zie je mij? Ik zie jou nou ook niet. Dan heb ik een hele lelijke vijf tussen. Ja. Ja, dan moet je ook niet naar de grond kijken, dan moet je in de camera kijken, dan zie je mij ook tenminste. Maar goed, jongens, ik wens jullie een heel geweldig uiteinde toe. Geweldig 2022, dat corona maar snel. Onder controle, hoe ze dat hier in Den Haag mogen komen. Niet dat ik er even lang, maar dat zal dan wel zo zijn. En tot volgend jaar wellicht. Cristiano, jou hopelijk niet. En voor nu, later. Geniet ervan. Oh ja, en Cristiano, ik heb je nummer gewist. Dus je kan me niet meer bellen. Oftewel, bel me niet. Later! Dat slaat echt nergens op. Ik ga hem gewoon bellen. Waarom zou hij mijn nummer wissen? Fucking hell. 2 seconden. Zo. Wat was het trouwens ook echt voor slap politiek gelul, joh. En dan gewoon bellen ze eerst een uitzending. Hè? Huh? Ja, hallo. Vind jij dat normaal dat jouw medewerkers elkaars nummer niet opslaan? Ja, kut, sorry, voicemail. Dat dacht ik al. Ja, het was heel wat slap. Ja, ik ben aan het doorgaan, oké? Okay? Ik ben aan het doorgaan. Het was heel veel slap gelul over politiek. Ik viel hier een paar keer bijna in slaap. Waarschijnlijk hadden jullie dat ook. Sorry als je bent afgehaakt. Ik hoop dat je niet bent afgehaakt. Nou, want het is 5 december. Het is 5. Mufasa, wat is het? Ja, 5 december. Het is 5 december. En ik ben nog steeds erg enthousiast over de mogelijke cadeautjes die ik ga krijgen vanavond. We gaan snel schakelen naar niemand minder dan de man der mannen. De man die dit programma gedraagd heeft op zijn 2 schouders. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan R tot de O. Het is gewoon Rico. Kom maar door. What's poppin? Laatste aflevering, 5 december. Hoe is het met je? Pietje, waar zijn de condooms? Wij zitten hier in de koffer. Oh, wacht even, momentje. Hey, Cristiano. Ja. We zijn aan het inpakken. Om de spijt te gaan natuurlijk, samen met de kids. Ja. Ja, business class. Wie betaalt dat? Wie betaalt? Ja, hele goeie. Nou, dat is een beetje het voordeel als je boertje verbaasd bent. Dan betaalt natuurlijk mijn broer alles. Ik maak gewoon keihard misbruik van me. Is hij daar? Yes, sir. Nee, natuurlijk niet. Ik maak geen misbruik. Ik hou gewoon heel veel van mijn oudere broer. En die doet natuurlijk alles voor mij. Ik ga van hem doorsturen. We houden gewoon zoveel van elkaar. En daarna betaalt hij het voor mij. Dat is gewoon pure broederliefde. Misschien wel leuk trouwens. Even tijdens het inpakken.
heb namelijk een exclusief interview met Arthur Nicolaas. Als je tegen, als je, ja, ja. Ja. Maar het interview is al geweest of er moet nog komen? Nee, dat is vandaag overdag geweest. Ik sta nu in de hotelkamer. We zijn hem inpakken. Dat zit je net te vertellen, vriend. Oh, ja, ik als je nog een vraag, als je hem nog ziet, zeg dan dat ik, dat hij me 50 euro verschuldigd is. Want hij had gewoon moeten vliegen. Oké. Okay. Niks. Laten we eens. Als wij nou even naar het interview gaan kijken, dan kunnen wij eventjes verder gaan met inpakken. Yes? Kijk jullie even naar. Pintje, waar zijn de condooms nou? Ja, niet in de koffer. Condooms? Condooms? Zijn die nou iets over condooms? Rico? Die loopt over condooms praten. Terwijl we live zijn. Ja, dit is voor 16 plus, dus we zijn er wel. Dat is wel. Vertrouwen op mijn eigen immuunsysteem. Ik eet gezond, ik beweeg veel, ik rijd paard. En ik snoep absoluut nooit. Volgens het RIVM valt deze man in de risicogroep. Zelf denkt hij er anders over. Ach ja, de risicogroep. Ik ben altijd gewoon bij iedereen thuisgekomen. Ik ben nooit ziek. En dan zou ik nu opeens zo'n QR-code moeten laten zien. Nou, wat mij betreft mogen ze allemaal het dak op. Maar gelooft u niet dat vaccinaties kunnen helpen? Nou, kijk, eerst geloofde ik het verhaaltje nog wel. Maar ja, als je dan ouder wordt en je leert kritisch nadenken, ja, dan kom je er op een gegeven moment achter dat er helemaal niets van klopt. Ze willen je gewoon in een fabeltje laten geloven. Jongen. Dus we mogen ook al niet meer naar de sportschool. Goh, ongelooflijk. Die baard van Hugo de Jonge, die is nep. Dat is een neppert. Dat zie ik meteen. Ach, weet je, ik kijk al eigenlijk bijna niet meer naar de mainstream media. Neem bijvoorbeeld zo'n Duwertje Blok. De hele maand november vertelt zij alleen maar aantoonbare onzin. Kijk eens, zo heb ik hem het liefst. Pik en pikzwart. Kijk, moet je zien. Dat toestel, dat vliegt er hoog in, hè? Maar de toren, die stort van onderaf neer. Dat is controlled demolition, hè? Controlled demolition. En waar was de North American Air Defense? Kijk, ik stel alleen maar de vragen, ik zeg niet dat ik het geloof. Maar verdomd interessant is het allemaal wel. En hoe reageert uw omgeving op het feit dat u zich niet heeft laten vaccineren? Nou, ik heb wel vrienden waar ik nu niet meer binnenkom. Hard geklopt, zacht geklopt. Doe gewoon de deur niet meer open. Mensen willen me niet meer in de buurt hebben en dat doet wel pijn. Ja. Ja. Maar goed, u woont momenteel in Spanje, dus komt u überhaupt niet meer naar Nederland? Oh, jawel hoor, jawel. Ik blijf gewoon naar Nederland komen. We komen dit jaar met de boot aan in Urk. Ach nee, sorry. Op Urk. Ja. Dus daar gaan we een prachtig feestje van maken. Zeg even, dit is toch wel allemaal echt anoniem en onherkenbaar, hè? Dat ik er geen gezeik mee krijg. Ja, dat was mijn microfoon, jongens. Oh, die hangt hier boven. Dat was dus het interview dat ik vanmiddag had met de Arthur Nicolaas. Christiana, ben je er nog? Ik ben er nog, luid en duidelijk. Waar haal jij je condooms trouwens? Kruidvat of bij de Ethos of Jumbo of zo? Ja, en Jumbo en Kruidvat zijn voor mij niet de juiste maat. Ik moet grote maat hebben, dus ik bestel ze eigenlijk altijd bij xxlcondooms.nl. Maar goed, dat is veel te groot voor jou. Niet de XXXXXXS. Die niet. Die haalt ze niet door elkaar. Dat is voor Jochem. Die had een naam op tegen, dat had ik gezien in Mickey Woop. Maar dat is een heel ander programma. Dat jullie schijnen ook uitzenden. Maar goed, ik ga het dus niet te lang maken. Want zoals je ziet, we zouden gaan inpakken, maar we liggen nu in bed, dus we gaan weer voor het tweede kindje. Ja, is het een proces? Het proces is nog misschien nog wel beter dan de uiteindelijke. De bevalling. Ja, dat denk ik. Althans, voor de man. Ja, wij, even ter afsluiting, wij gaan natuurlijk naar Spanje. En misschien dat ik nog in de komende jaar van boven dat programma die talkshow van misschien nog eens een keer terugkom.
Maar het was mijn eer om samen te werken met jou, Cristiano. Ik heb van je genoten, Rico. Ik heb echt wel een bepaalde band opgebouwd natuurlijk. Nou, ja. Niet overdrijven. Ik heb het gevoel dat er een soort beginnende vriendschap is ontstaan. Ik vind het al moeilijk dat je weer gaat. Nee, ja, maar even serieus. Wat ben je nou? Niet zo van man. Kom op, zeg. Ik ben een man. Nou, goed. Om even verder te gaan met wat ik... Oh, wacht even. Doe het geklopt. Hé, hey, het is Hoofdpiet. Christiane, vind je het leuk als Hoofdpiet misschien ook een slotwoord doet? Zijn Hoofdpiet een arts idee? Ja. Kijk. Ja, dat willen ze wel. Dat willen ze. Ik ga je echt missen, Rico. Ewa. Hoofdpiet, kom. Wat? Namens die Pieter. Christiano, ik weet wel dat je ze kent, maar voor deze ene keer willen we die ding zeggen. Namens Anne Pieter willen we iedereen de beste wensen voor 2022 geven. We gaan terug naar die Turkije. En volgend jaar, we zijn terug en we pakken die kinderen, we pakken al die dingen. Namens als hoofdpiet, we love you. Triano, en we spreken elkaar snel. Lattes! Eeuwens maar! Ja! Daar zit het glaasje! Daar! Zo heb ik het niet! Ricardo, mag ik ook zo praten, man? Dit is met ook een leuk accent, ja! Hoepiet! Hoepiet! Hey man! Hey, doe maar! Zal een broodje kip curry eten, zo, hè? Hoepiet! Rico! Maar ik vind het een beetje discrimineren dat je zo doet tegen ons. Hoezo? Ik kom zelf ook uit Antilliaan. Nou goed, Hoofdpiet is weg. Ik was natuurlijk midden in de slotwoorden, Pietje. Wij als gezin willen de kijkers natuurlijk een geweldig uiteinde toewensen. Volgend jaar ben ik natuurlijk weer. Ik ben het even verteld met Pietje. Dus als Art in Nederland komt, dan ben ik er uiteraard weer. Dankjewel voor het kijken. Het was een eer om jullie te informeren over de avonturen van Art en Nicola. Wij gaan hier samen aan de slag. Dus volgend jaar zijn we niet met twee kinderen, maar met drie kinderen. Erin zit, dat is de bedoeling. En laten we hopen dat dat ook lukt. Cristiano, het was... Zeg Pietje, zeg dat het een mooie man is, die Pietje. Zeg dat ik Pietje ook aan heb. Pietje is toch een man, of niet? Is dat geen man? Hey, als jij mijn vrouw beleidt, dan kun je opzorgen, Pieter. Tot volgend jaar, lul. Rico, ik ga je missen, man. Ha! Dat was die stuk wel even mooi ingedrukt. Ik ben blij dat hij weggaat. Oh mijn god, wat vond ik hem irritant, zeg. Fucking hell. Ik heb nog even nieuws voor je, Christiane. Oh nee. Dit is de schoen die je had gezet. Nee, dit is niet mijn schoen. Dit is niet mijn schoen. Ik heb stijl. Ik heb niet dat soort schoen. Nee, ja, deze komt met je stijlschoen waar je draagt. Oké. Helaas niet met je goede schoen. Nee, dat is waar. Kijk maar wat ik erin heb gestopt. Ja, dat wat erin zit, dat verdien je. Dat is een hele grote deel. Er zit niks in, dat weet je. Daar zit een hele grote deel. Je verdient niks, dat is eigenlijk de clue. Waar zit er dan een hele grote deel in? Nou, succes met. Okay. Waarom verdien ik een hele grote deel? Ik heb geen idee. Maar misschien... Ja, maar... Ik zou zeggen, doe je slotwoorden aan de kijker. Ik doe mijn slotwoorden aan de kijker, ja. Waarom ik... wil jij nog een deel? Nee. Niet doen, niet doen. Is die Mufasa nog? Mufasa. Ik weet niet, hij heeft geen ballen gegooid vandaag. Move! Hey! Kun je een balletje gooien? Oh! Er staat groetjes. Sorry, ik heb een kaartje hier. Wacht, hij ligt hier. Voor Mufasa en Christian. Ah, van wie? Ah, move! Hey! Wat een deel doorgekregen, man! Ja, waarom? Waar is het niet? Ja, ik mag je. Nee, ik kom met afsluiten. Ja, maar! Sluit me af! Ik moet even op de vader. Kut! Lieve kijkers, ik zou graag even een kleine spreek willen doen aan jullie, want ik heb genoten van jullie. Ik ben echt heel blij met de tijd die ik met jullie heb door kunnen brengen. Ik ben blij dat ik van Rico af ben. Ik ben blij dat Sinterklaas of Arthur Nicolaas. Kijk eens. Ik ga het gewoon kort houden. Ik ga jullie een hele fijne avond wensen. De laatste avond. Ik mag een nieuw programma maken. Dus ik hoop dat jullie binnenkort weer een nieuw programma zien. En
ik ga mijn cadeau natuurlijk mooi gebruiken met Mufasa. En deze teddybeer gaat naar het hoofd van Ricardo. Hoi hoi! Hey! Dit was hartstikke goed. Volgend jaar ben je gewoon Ja! Dat is volgend jaar! Christian, waarom loop je dan weg? Niet aan de shop. Laat maar, ik doe het zelf alweer. Ja, lieve kijkers. Christian die zal de champagne openen. Nou, dit was de laatste aflevering van het Sinterklaasjournaal. Het is allemaal gezegd, niet helemaal. Want morgenavond hebben we een speciale compilatie met alle leukste momenten van de tweede seizoen van het Sinterklaasjournaal. Chris, waarom doe jij dit niet? Nee, zet de champagne maar alvast klaar. Nou, wij gaan nu van champagne drinken. Geniet morgen van het seizoensoverzicht. We zien elkaar snel weer. En onthoud, tune in elke dag. FGTV, geweldig leuke programma's. En Oud en Nieuw komt eraan, dus er komt een heel speciaal programma. Voor nu, hey, geniet van je pakjesavond. En morgen van het seizoensoverzicht. En tot snel, later. Zwijg de champagne, jongens. Ja, naast de champagne. Lekker. Close.